Hallo mooie mensen en welkom bij een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, mijn naam is Koesje en ik vind het heel erg leuk dat je er vandaag bij bent. In deze video deel ik weer een aantal recepten die heel goedkoop zijn om na te maken. Want veganistisch eten hoeft helemaal niet duur te zijn. En ja, laat ik gewoon gelijk beginnen met het eerste gerecht. Voor dit recept gebruik ik de aubergine. En zoals je ziet heb ik hier al mooie plakjes gesneden. Ik ga ze allemaal snijden in blokjes als deze. En die ga ik dan zo marineren. Zo, er valt eentje. En in dit soort recepten doe ik eigenlijk altijd heel veel groenten. Omdat je er relatief veel van kan kopen voor weinig geld. Dus in dit recept bijvoorbeeld ook heb ik champignons. Ik heb dus aubergine en voor de rest heb ik niet iets zoals een vleesvervanger of zo. Mocht je dat willen, dan kan je dat natuurlijk altijd toevoegen. Maar ik vind dat zelf niet altijd nodig. Soms dan zijn groenten en iets zoals aardappelen of rijst voor mij eigenlijk al voldoende. Ja, dus zoals je ziet gewoon dunne plakjes. Ik denk dat de plakken, nou, minder dan zal het zijn. Ja, een vingerkootje. Ik was eerst nooit echt zo fan van aubergine. Ik ben echt meer een courgette persoon eigenlijk. Maar toen had ik het laatst op deze manier gemarineerd. En toen vond ik het zo ontzettend lekker. Dus mocht je geen fan zijn van aubergine, dan wil ik je uitdagen om het toch nog een kans te geven. Om het op deze manier te bereiden. En dan ben ik heel erg benieuwd of je het dan wel lekker vindt. Dus zoals ik zei, dit recept is, tenminste hoe ik het nu kook, is het voor 2 personen. Of in mijn geval voor 2 dagen. Dus onthoud, als je het voor 1 persoon maakt, dan is een halve courgette ruim voldoende. Dan doe ik deze eventjes gewoon zo in een pan. Schuif ik er gewoon alvast in. Die zit gelijk al aardig vol. Maar die aubergine die gaat straks natuurlijk ook nog slinken. Ondertussen heb ik ook wat champignons erbij gepakt. En gewassen of course. Dat is ongeveer 4 per persoon of 4 per dag. Maar net hoe je het wil. Dus deze snij ik ook. Ik zit even te denken hoe ik het wil gaan snijden. Ja, hier wil ik wel plakjes van. Soms vind ik het wel lekkerder om de champignon echt alleen door 4 te delen bijvoorbeeld. Om het wat meer een bite te geven. Maar nu wil ik het in plakjes. Alsnog doe ik het in best wel dikke plakken. Zoals je ziet, ik deel het bijvoorbeeld alleen door 3. Dus dat zijn dan nog steeds wel redelijk dikke plakken. Omdat ik ook weer niet wil dat het super soggy en dun wordt. En nu zou ik het heel erg fijn vinden als ik meerdere pitten had om op te koken. Maar zoals je ziet heb ik er alleen maar 2. In deze kleine keuken heb ik gewoon even geen andere keus. Maar goed, het maakt verder ook niet uit. We doen het er gewoon lekker mee. Wat ik ga gebruiken is deze wokolie. En nu moet ik toegeven, deze geeft echt altijd een enorme geur af. Maar dat is juist wel wat ik lekker vind voor iets als aubergine, wat best wel een plain smaak heeft eigenlijk. Dus hier doe ik een beetje olie van overheen. Ik ga het gelijk ruiken. En dan doe ik er ook nog wat hot currykruiden overheen. Daar ben ik op dit moment echt verslaafd aan. Oh, laat ik ook nog wat zout eroverheen doen.
En als laatste, dit had ik eigenlijk niet aangegeven, maar ga ik toch lekker overheen doen. Dat zijn wat chili flakes. Iets meer pit te geven. Hoeft niet super veel. Ik ga de champignons ook spicy maken, maar toch wel eventjes een beetje. Daar hou ik wel heel erg van. Tegelijk ga ik ook de rijst koken. Ik heb hier even een glas rijst apart gehouden. Wat ik zei, omdat er zoveel andere groente dingetjes bij zitten, kan ik dit echt wel voor 2 dagen eten. Dus dat. Dit is voor 2 dagen, maar dit ga ik dus gewoon nu alvast koken. Omdat ik zo meteen niet zo heel goed meer verstaanbaar ben, ga ik nu gewoon alles alvast uitleggen wat ik in de pan doe. En dan kan je straks zien hoe alles eruit komt te zien. Maar ik doe de champignonnetjes in de pan. Oké. En in plaats van wokolie doe ik er nu gewoon olijfolie overheen. Je kan ook zonnebloemolie gebruiken, maar ik gebruik hiervoor het liefst een olie die niet te veel geurt en ook niet te veel smaak afgeeft eigenlijk. Dan doe ik hier ook weer hot currykruiden overheen. Je zal denken, weer? Maar jazeker. Niet alleen heel lekker, maar het helpt ook om de smaken allemaal bij elkaar te brengen van de producten. Dan doe ik hier ook nog wat sriracha saus overheen. Hij is bijna op. Hij gaat gewoon lekker een goede scheet overheen. Kan je natuurlijk net zoveel doen als je zelf wil. En dit is het dan voor de champignonnetjes. Dus ik ga de rijst eventjes wassen en dan kunnen we de rest ook pakken. Oh ja, en voordat ik het vergeet, om de rijst natuurlijk geel te maken, ga ik er wat kurkuma bij doen. Dit hoeft helemaal niet veel te zijn. Ik wil ook helemaal niet dat de kurkuma heel veel smaak afgeeft aan de rijst. Maar het gaat gewoon net even om die kleur. Dus ik denk dat het... Yes. En dan ga ik dit alvast een beetje er doorheen roeren. En dan zie je eigenlijk al dat... Ja, de rijst verkleurt nog niet heel erg, maar het water geeft wel gelijk iets af. En straks als we dit gaan koken, dan verandert de kleur van de rijst dus in geel. En terwijl de rest nog steeds aan het sudderen is op het vuur, ga ik alvast deze basilicumblaadjes snijden. Ik zei dat ik de helft van de rijst ging gebruiken, maar als ik deze volle pot zie, nou dan is het eerder 1/3 of misschien zelfs wel 1/4 wat ik ga gebruiken. Dan heb ik hier natuurlijk de aubergine. Die doe ik er ook lekker bij. Heerlijk. Helft van de champignonnetjes. Dan doe ik nog wat basilicum eroverheen. Gewoon lekker rakelijk strooien. En dan het laatste wat ik er nog bij ga doen. Is de chipotle hummus. En die doe ik eigenlijk ook maar een klein dolopje van erbij. Maar dan heb je wel gewoon... Net even iets meer smaak. En dan is dit de dish. En dan begin ik nu met het tweede gerechtje.
En ik ga eerst de sperziebonen snijden. Ik maak het gerechtje nu voor 1 persoon. Dus waar ik die andere voor 2 personen of voor 2 dagen had gemaakt, doe ik het nu voor 1 persoon. Ja, en dit zou je gewoon echt een goed handje kunnen noemen. Ik zal het even laten zien, maar ja, zoiets is het ongeveer. Dat is wel genoeg. Dus het is echt maar een klein deel van deze hele zak. Ik ga eigenlijk alleen de kontjes eraf halen. Normaal gesproken, of eigenlijk vaak, doe ik het dan wat er overblijft ook nog door de helft. Maar dan wordt het soms nog een beetje, ja, vind ik het net iets te klein. En in mijn hoofd heeft het dan ook net iets meer bite of zo. Dus deze snij ik dan zo. Bam! Ik pak voor dit ook weer 5 champignonnetjes en deze ga ik ook weer even goed wassen. Ik doe ze niet te veel onder de kraan, maar het is wel goed om ze eventjes goed schoon te poetsen. Deze ga ik door 4 snijden. Oh, lekker white. Als laatste snij ik ook nog 1 blokje tofu. Dus je ziet echt gewoon een dun stukje. Iets meer, ja, 1,5 vingerkootje denk ik. En deze snij ik eventjes nog weer in plakken. En deze snij ik dan ook weer in blokjes. Okay. Yes. Ik heb hier wat couscous apart gehouden. En hoe ik het eigenlijk altijd kook. Ik heb wat water gekookt hier. En dit giet ik er dan gewoon bij. Ja, hier ook een beetje nog, ja. Totdat er gewoon een goed laagje water op zit. Dan doe ik hier een schaaltje bovenop. En dan kan ik het gewoon opzij zetten. Ondertussen ga ik beginnen met de groenten. En ik doe wat olijfolie in de pan. En dan gooi ik alle groenten er gewoon bij. Doe ik er wat marinade bij. Pikante marinade van Verlands Food. Ik weet niet hoe het heet. Deze heb ik in ieder geval bij de toko gekocht in Amsterdam. En je hebt ook nog wel andere varianten van pikante marinades. Maar ik vind deze wel lekker. Dit is ook alweer een tijdje geleden dat ik deze heb gebruikt. Dus waarschijnlijk weten jullie dat ook. Als je iets een tijdje niet gebruikt, dan smaakt het alleen nog maar nog lekkerder. Dan doe ik er nog wat zout overheen. Olijfolie. Dat past allemaal wel eigenlijk. Beetje zout overheen. En dan nu ook weer de kruiden die jullie waarschijnlijk heel erg bekend in de oren klinken. Hot currykruiden. En wat chili kruiden. Nou, en dit ga ik dan eigenlijk gewoon bakken. Deze draai ik ook nog een keertje om. Dan doe ik de kruiden er nog een keer overheen. Maar voor de rest blijft dit het. Dus kijk lekker mee. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben, maar als laatste ga ik nog de pindasaus maken. En daarvoor gebruik ik deze 100% pindakaas. Ik gebruik gewoon dezelfde pot als, dezelfde pan die ik net ook heb gebruikt voor de groenten. Ik gebruik eigenlijk gewoon 1 goede scoop. Dat is voldoende, want ik ga er dus ook nog melk bij doen en zo. Misschien is dit zelfs wel genoeg voor 2 personen, maar dat gaan we zo zien. Dan doe ik dus een beetje melk erbij. En ook een klontje sambal. Ik vind deze sambal heel erg lekker. Deze is heel erg zoet. Dus dat maakt het dat ik het heel makkelijk gewoon kan eten. En dat het ook niet heel erg pittig is in mijn ogen. Couscous is heerlijk fluffy. Zoals je ziet, ik had er echt maar een klein laagje in, maar het wordt zo.